We zijn weer verder met de stokjes met de witte kleur. Dus een groepje 2, 1, 2. Bovenop de toer van de drie stokjes. En met twee lossen ertussen. We gaan aan het laatste groepje beginnen. Twee lossen voordat we de halve vaste in het bovenste. Even twee draadjes hebben. Zetten we goed. Ja. En de toer is weer gesloten met een halve vaste. Je maakt weer drie lossen. En nu gaan we weer een voorbeeldje erbij pakken. Bovenover die eerste witte ring van stokjes, van die vijf stokjes, gaan we twee groepjes van vier maken. Met twee lossen ertussen en één losse. Dus vier, twee keer vier en twee lossen ertussen. Dus we doen in het eerste stokje twee. Tweede stokje 1 en derde stokje nog 1 en dan hebben we een groepje van 4 en als ik het zo zie dan kijk, dit is de eerste, dit is de tweede, de derde, dan is het mooier, ja dit kan zo, en dan pak je in ditzelfde gaatje nog een stokje op. Twee lossen en dan in hetzelfde stokje, dus het tweede stokje, doe je er twee. Oh. En de laatste doe je ook weer twee stokjes. Dus we hebben nu twee stokjes in het eerste. En dan gewoon twee. En in die middelste, zeg maar, daar hebben we van het tweede groepje, pakken we ook weer twee stokjes. En dan eindigen we ook met twee stokjes. En dan één losse. En dan gaan we weer naar het eerste stokje. Die zetten we op met twee. Dan één. En de vierde doen we in die tweede. Even kijken, hoe hadden we het hier? Nee, we hadden hier een enkele. Dus eentje uithalen. Hier doen we de vierde.
En dan weer twee losse. En dan in datzelfde stokje doen we er 1, 2. En in het laatste stokje doen we er weer 2. En dan weer 1 losse. En dan gaan we weer aan het volgende groepje beginnen. 1, 2 en 1 in het eerste stokje. 3, 4, 2 losse. Weer in hetzelfde gaatje 1 stokje. En we pakken de vierde. Dan gaan we 1 losse. 2 stokjes in het eerste groepje. Of in het eerste stokje. 2. 3. 2 losse. Een stokje in hetzelfde gaatje. En in de laatste doen we weer een stokje. En weer 1 losse. Dus je doet 2 losse tussen het groepje en 1 losse als je het groepje klaar hebt. Dan gaan we weer het volgende groepje maken. 1. 2. 3, 4, 2 losse, in hetzelfde maak je weer een stokje, 2, 3, 4, Dan gaan we weer 1 losse. Twee stokjes in het eerste. Twee losse. Eén stokje in hetzelfde. En zo krijg je een mooie ronde. Twee stokjes in het eerste groepje. 3. 4. Twee losse. En weer in hetzelfde gaatje 1 stokje. En nog een keer het laatste. Ook weer 2 stokjes. En dan lossen tussen de groepjes. 2 stokjes. Wacht, deze doe ik niet goed. Die ga ik even over. Ik had een losse al gedaan. 1, 2, 3, 4, 2 losse, 1 stokje in hetzelfde stokje.
4 en 1 losse. Dan weer 2 stokjes in het eerste stokje. Twee losse. En weer één losse en we gaan het af de toesluiten. Met een halve vaste. Omdat we op geel overgaan, knip ik deze weer af. Een nieuw bolletje. Geel. Je slaat hem om je middelvinger. Of ja, je maakt hem eigenlijk met een nieuwe kleur. Leg je hem weer vast.